Nathalie Wijtjes, we staan hier in Genk na de openingsmatch voor jullie, Ladies Genk tegen Standaar. Meteen een moeilijke match tegen de kampioen en ook tegen je ex-ploeg ook, hè? Ja, het was inderdaad een moeilijke match, maar dat hadden we wel verwacht. We moesten eigenlijk niks, maar we wouden toch wel iets neerzetten. We hebben goed in blok gespeeld, goed verdedigend gewerkt. Ja, ik vond het eigenlijk positief. We kregen 2 doelpunten tegen. Stilstaande fases? Stilstaande fase, ja, die penalty. Ja, ik tackle, was ze er buiten? Buiten de baklijn, ja, ik vond van wel. En ik hoor van anderen dat het ook buiten de baklijn was. Dus ja, het is een beetje een weggever, dus ja, dat doet wel even. Dat is wel eigenlijk, ja, stoem. Daarna, ja, die vrije trap. Oké, is gewoon een vrije trap geschilderd in de winkelaar, maar die vrije trap, was het vrije trap? Totaal niet, vond ik. Maar ja, dus zo geef je twee goals eigenlijk cadeau. Waardoor dat je 2-0 achterkomt. Ja, en dan is het roeien en niet verzuipen. Hè. Ja, ja. Dus, ja. Tweede helft, jullie houden lang stand dan. Ja. Spelen goed ook. Dus we schakelen even ons systeem om. Dus we zijn met 4 van achter aan het spelen, waardoor dat we proberen wat meer druk te hebben. Ging persoonlijk iets beter, vond ik. Waardoor we bepaalde acties kunnen maken, bepaalde tegenprikken kunnen doen. Maar jammer genoeg valt dat goalke niet. En ja, dan beslist de trainer om met 3 van achter te spelen. En, ja. En dan vallen er nog 2 goals. Ja, ja, zo kun je het wel noemen, ja. Ja, ja. Dan eerste wedstrijd hier. Ook een goede publieke opkomst ook, hè? Ja, ik was eigenlijk, ja, verontwaardigd dat er zoveel mensen waren. Nu, er was wel wat geflyerd in Genk. En, dus ja, ik dacht... Zo. De bestuur heeft zijn best gedaan. Ja, dat was leuk. Hè? Ja, weet je, dat is altijd fijner om voor thuispubliek met veel mensen te spelen. Ja. Dat was wel een goede ambiance, denk ik. De tribune was redelijk goed vol en hier stond het goed vol. Dus dat is wel leuk. Hè? Ja. En het veld zelf, is dat een goed veld? In principe is het een goed veld. Weet je, het is breed. Alleen hadden ze hebben woensdag net schijnt gemaaid. Ze hadden eigenlijk beter vrijdag gemaaid. Dan was het nu iets beter. Maar ja, ik vond het veld goed. Hè? Ja. Het mocht iets korter zijn, maar we zullen niet zeggen dat het aan het veld lag. Dan, jullie spelen volgende week al, denk ik, op vrijdagavond uitmatch op Anderlecht, tweede match. Zij hebben gisteren 0-6 gewonnen. Hoe zie je dat? Ja, Anderlecht, ook een nieuwe ploeg, zijn waarschijnlijk ook aan het bouwen. Ik verwacht die met de middenmoot mee te kunnen doen, denk ik. Dus ik verwacht dat wij daar tegen gaan winnen. Ja, dat is de bedoeling. Ja, voilà. Ja. Dus we gaan alles op alles zetten, we gaan hoge druk zetten. Ik denk wel dat dat dan een haalbare kaart moet zijn. Ja. En jullie doelstelling is om de play-offs te halen ook? Dat gaan we zeker proberen. Sowieso niet die laatste, die voorlaatste plaats, die derde laatste eigenlijk ook niet. Dus ik ga eerder voor 4, 5 of 3, 4 proberen we toch te halen. Ja. Je weet nooit, hè. Oké. Goed. Ik dank je. Veel succes ook dit seizoen. Dank je wel. Dank je wel. Dank je.